Op 8 juli strijden PSV en RKC Waalwijk in het Mandenmakersstadion om de Mandenmakers Cup. De wedstrijd is in het leven geroepen om dankbaarheid te tonen aan meneer Ben Mandenmakers. Vandaar dat hij afgelopen dinsdag op zijn eigen kantoor in Waalwijk werd verrast door een aantal bekenden. Nou, eigenlijk al een jaartje geleden kwam het verzoek van RKC of we iets gezamenlijks konden doen voor het 20-jarig bestaan van het Mandenmakersstadion. Voor mij ook wel bijzonder natuurlijk. Ik ben destijds nog betrokken geweest natuurlijk bij de club, maar ook destijds bij de opening. Toen hebben we gekeken van wanneer zou het passen. Eigenlijk kwam het in de voorbereiding voor allebei de ploegen het beste uit. Ook zodanig dat we dan de meeste aandacht op het duel kunnen vestigen. En Filip was er content mee om daarmee de voorbereiding te starten. Zo is het uiteindelijk gepland nu. Het Mandenmakersstadion bestaat 20 jaar. En daar heeft Marcel ook een hele belangrijke rol in gespeeld in zijn RKC-verleden. En vanuit die optiek zijn wij samen in contact gegaan met elkaar. Kunnen we samen iets bedenken wat de dankbaarheid toont aan meneer Mandenmakers en het 20-jarig bestaan van het stadion, maar ook de rol die hij bij PSV heeft. En daar een combinatie van maken. En zo is de Mandenmakers Cup tot leven geroepen. Aldus een trotse RKC-directeur Remco Overzier, die vervolgens, gevolgd door Marcel Brands, Frank van Mosselveld en Zeljko Petrovic, op zoek gaat naar de hoofdrolspeler van vanmiddag, meneer Ben Mandenmakers. Een kleine overval. Kom binnen. Hoe is het? Goed. Nou, ik ben er nog. Hey. Ben kennende vind je dat heel erg mooi. Het zijn natuurlijk toch twee clubs waar hij iets bijzonders mee heeft. Even los van de mensen. Dus ik denk dat we hem wel blij maken. Nee. Hoe is het? Hoe is het? Noemen? Ja, goed. Ik kom even visite bij jou. Ja, wat kom je doen? Ja, dat komt. Koffie drinken. Ja, je hebt toch niks te doen. Dus. Ja, leuk. En ik ook niet. Ja, hartstikke leuk. Ik heb veel van hem geleerd. En uiteindelijk zijn we hele goede vrienden geworden. Dus we zien elkaar ook buiten het voetbal. Ik heb nog een klein duwtje kunnen geven. Zodat hij ook bij PSV grote sponsor is geworden. Wel een hele bijzondere man. En wat hem kenmerkt is denk ik dat hij ondanks zijn grote successen altijd dezelfde is gebleven. Ja, en dat ziet hem enorm en heel veel respect heb ik voor hem. Hoi. Ach, mijn god. Nou zie ik het. Hoi. Hoe is het? Goed. Oh, leuk. Godverdikke. Ik vind iemand die zo groot is in de zakenwereld, dat hem met zoiets klein is blij, dat zegt genoeg over persoon Ben Mandenmakers. Ik ken hem niet anders. Wat ik zei, wij zitten vaak eten of in de stad en hij was altijd zo geweest. Ook iedere mens die langskomt, met iedereen gaat zitten, praatje doen, helpen als dit kan helpen. Dit is wat ik net zei, dit is echt kleinigheidje wat hij heeft voor ons club RKC heeft gedaan. Wij zijn ontzettend dankbaar, trots en blij met de bijdrage van de Mandenmakersgroep aan ons beide clubs. Ja. De afgelopen jaren en ook in het heden. En daarom hebben wij besloten met elkaar om als dank en als trots voor de fijne samenwerking de Mandenmakerscup in het leven te roepen. En dat betekent dat wij u als eregast willen uitnodigen met de hele familie op 8 juli in ons Mandenmakersstadion, waarin wij het seizoen zullen aftrappen met een gezamenlijke oefenwedstrijd, waarbij de Mandenmakerscup zal worden uitgereikt aan de winnende ploeg. Hoe komen jullie daarbij? Ja, top. Ja, nou ja, vooral als dank en als trots voor de fijne samenwerking. Ze verrassen me echt. Dat is echt, ik vind hem top. Natuurlijk, het is toch wel iets moois, zeg maar, in principe dat ze dat doen. Dus dat vind ik wel echt heel leuk, heel leuk. Ja. En zeker dat er Marcel Brands, Remco Overzier, Petrovic erbij is, dus is top, hè. Uw band met RKC, die kent iedereen wel. Wat heeft u met PSV? Nou, ik vind PSV natuurlijk ook een geweldige club. Sinds een x-aantal jaren, Marcel is daar gekomen. En toen ben ik daar gaan kijken. En dat vond ik toch echt heel erg leuk. En dan zijn we een heel actieve sponsor geworden. En ik vind echt, waar je eigenlijk normaal bij grote clubs niet hebt, vind ik dat zeker wel bij PSV. En dat is gewoon wel echt die warme band. En die hebben wij hier bij RKC en die hebben wij hier in ons bedrijf. En zo stralen wij dat ook bij ons uit. En zo zie ik dat. En daarom vind ik dat ook dat goede gevoel bij, heb ik bij PSV. Ja, precies. Verdikke nou.
We gaan spelen om een trofee, hè. Dan kunnen wij ook eens een keer iets winnen. Dat is voor ons ook wel eens lekker. En het idee is eigenlijk heel simpel. We trappen het seizoen af tegen elkaar. Met de supporters gezamenlijk, ook allemaal gezamenlijk de wedstrijd beleven. Hopelijk dus in een vol stadion. Speciaal voor de familie Mandenmakers, waarbij dit de eerste prijs is die verdiend kan worden in het seizoen. Ik hoop dat het een happening wordt. Ik hoop dat het echt het fantastisch is. Dat er echt het stadion, dat er echt ontzettend veel mensen komen. Dat zou ik helemaal geweldig vinden. En zeer zeker voor alle twee de clubs. Marcel zei wel van, u mag die beker nou eventjes hebben, maar vanaf 8 juli staat hij in Eindhoven. Ja, dat klopt. Ik denk het wel, maar dat mag ik nog niet zeggen. Dat moeten we nog zien.